In deze film maak ik een sportposter. En om een poster te maken, moet je natuurlijk om te beginnen eerst ergens vanuit gaan. En dat doe ik in dit geval van deze foto. Wat is de bedoeling? Ik ga de speler en de bal selecteren. Dat doe ik niet tegelijkertijd. De bal is een mooi rond voorwerp, dus laat ik om te beginnen eerst eens de bal even selecteren. Ik zoom een aardig stukje in en ik zorg dat ik mijn linealen aan heb staan. Dat zijn die, die balletjes hierboven. Heb je die nou niet aan staan, dat kun je hierboven bij weergave en daar heb je linealen staan. Zorg dat dat aangevinkt is. Wat je doet is in de lineaal gaan staan en je cursor wordt dan een pijltje. Hou je dan de muis ingedrukt en trek je hem naar beneden, dan ga je een soort hulplijn trekken. En die trek je een keer naar boven op de bal en je trekt er nog eentje naar onder op de bal. En dat doe je ook voor zowel links als rechts. En op die manier maak je dus gewoon even een vierkant om je bal. Hier ga ik een rond selectiekader om plaatsen. Je hebt hierboven in dit geval staat het ovaal selectiekader al geselecteerd. Misschien is dat bij jou een vierkantje. Maar als je de muisknop ingedrukt houdt, dan kun je kiezen tussen rechthoekig en ovaal. En je selecteert dus ovaal. Wat je dan doet is vanuit de ene hoek linksboven naar rechtsonder of twee andere hoeken, dat maakt even niet uit. Maar belangrijk is is dat magnetisch aangevinkt staat. En dat doe je bij weergave en dan heb je hier magnetisch. En wat er dan gebeurt als je beide hoeken klikt, dan gaat hij dus uit van die hoek van die twee hulplijnen en je trekt hem door naar de andere. Daar klikt hij ook weer in de punt en als je hem dan loslaat heb je een perfecte selectie van je bal. Je zou wel kunnen zeggen, waarom trek je niet gewoon uit de vrije hand een rond selectiekader? Nou ja, de bal is misschien niet helemaal perfect rond. In principe wel, maar deze bal is in beweging en als er tegenaan geschud wordt dan vervormt hij een beetje. In principe heb ik nu de bal geselecteerd en deze ga ik naar een nieuwe laag halen. En dat doe ik heel eenvoudig met de sneltoets Ctrl J. En je ziet, er komt een laag bij. En die laag, als ik dubbelklik op het woord, noem ik hem bal. De linealen heb ik nu niet meer nodig. Dus via weergave zeg ik hulplijnen wissen. En ze zijn weg. Nu ga ik de speler selecteren. Die staat op mijn achtergrondlaag. Dus ik selecteer de achtergrondlaag. En ik ga gewoon naar het toverstafje in dit geval en druk op onderwerp selecteren. Photoshop gaat kijken in de foto en maakt gewoon een selectie waarvan Photoshop denkt dat het het onderwerp is. En op zich komt die op de persoon uit, niet helemaal perfect, en op een stuk van de bal. Dit moet ik nog even gaan verfijnen. En dat doe ik in dit geval even vrij grof met de Lasso-tool. Die vind je hierboven. En als je daarop klikt, dan krijg je de Lasso-tool voor je neus. Ik wil nu dingen toevoegen aan de selectie en ik wil dingen verwijderen van de selectie. En dat kun je hierboven standaard aanzetten. Normaal gesproken staat het linker vierkantje geselecteerd. Dan kun je eigenlijk alleen maar nieuwe selecties maken. Als je het tweede vierkantje selecteert, dan zie je dat er bij mijn lasso cursor een klein plusje komt. Maak ik nu een selectie, dan komt die daarbij. Dus zo kun je de selectie uitbreiden. En het andere vierkantje, dat is dat je er eigenlijk dingen af gaat halen. Er staat een minnetje bij mijn lasso. Dus ga ik nou om de bal heen, hier even netjes tussen bal en been door, en ik laat hem los, dan heb je een cirkel getrokken om de bal en heeft hij alles wat geselecteerd was afgetrokken van je selectie. Dus de bal is nu niet meer geselecteerd. Ik zoom even in op een stuk van de speler en je ziet bijvoorbeeld dat het hier in de schoenen niet helemaal goed is gegaan. De noppen zijn niet perfect geselecteerd. Dus ik klik hierboven bij selectie toevoegen. En ik kan gewoon makkelijk de noppen erbij toevoegen. Dat de selectie niet perfect is, dat maakt op zich niet uit. Ik zet er straks nog een klein dun lijntje omheen. Dus dat wordt allemaal een beetje gecamoufleerd. Nou, de noppen staan er wel bij, maar er is ook nog een klein stukje achter de noppen wat geselecteerd staat. Dat is niet de bedoeling. Ik kan nou naar hierboven gaan en op uh, ja, uit de selectie halen klikken. Het derde vierkantje. Maar je kunt ook even de alt ingedrukt houden. En je ziet... Je plusje, wat er is zonder Alt ingedrukt te houden, dat wordt een minnetje zodra je de Alt indrukt. En zolang je de Alt ingedrukt houdt, kun je dus stukken uit je selectie halen. Laat je hem los, dan kom je weer in het plusje en kun je er weer stukken bij doen. Nou, en op deze manier ga ik dus even rondom heel de voetballer heen. En overal waar het niet klopt, pas ik het een klein beetje aan, zoals hier in de broek. En helemaal perfect hoeft het niet te zijn. Natuurlijk mag het wel, hoe, beter het, uh, hoe perfecter je het maakt, hoe beter het natuurlijk is. Maar nogmaals, ik maak er straks een lijntje omheen en dan valt het op zich allemaal wel weer mee. Er zijn natuurlijk tal van selectiemethodes in Photoshop en ik pak er gewoon even eentje tussen uit. Ik zeg niet dat dit de juiste is, het is er gewoon één. Maar dit filmpje gaat niet over selecteren. Dit gaat over het maken van een poster. Oké, okay. de speler is nu geselecteerd en ook deze ga ik naar een nieuwe laag halen door op Ctrl J te drukken. Je ziet, ik krijg een nieuwe laag. Ik dubbelklik op het woord laag 1 en ik zeg speler. Als ik nu mijn achtergrond uitzet, dan zie je dat ik een geïsoleerde speler en een bal heb op, ja, en in dit geval een lege achtergrond. Laat ik het formaat even goed maken. Ik wil een poster maken op een A3 formaat. En dat is 420 mm hoog en 297 mm breed. Hoe groot is deze foto nou? Geen idee. Als ik op Ctrl-Alt en I druk, dan krijg je de afbeeldingsgrootte voor je. En je ziet in dit geval is hij dus ja, 21 cm breed 31 cm hoog op een resolutie van 260. Dat is dus eigenlijk gewoon te klein. Ik moet het canvas dus groter maken. Ik druk op annuleren, want dat doe je niet hier. En je drukt op de sneltoets Ctrl Alt C om de canvasgrootte te bepalen. In dit geval staat die op pixels, maar daar ga ik millimeters van maken. En ik vink relatief uit, dan zie ik al de originele afmetingen. Nou, en ik zeg 297 mm breed en 420 mm hoog. En ik druk op OK. En mijn canvas worden vergroot naar die juiste afmetingen. Nu kan ik mijn speler en mijn bal daar dus op aanpassen. Dus ik klik op de laag speler, ik hou de Control ingedrukt en ik druk op de laag bal. In dit geval zijn ze dus allebei geselecteerd. En met het verplaatsgereedschap hierboven pak je dus allebei die lagen in één keer aan. Je kunt hem nu gewoon vrijelijk verplaatsen, maar je ziet ook dat er hoekjes omheen staan. En pak ik één hoekje, houd ik de muisknop ingedrukt, dan kan ik hem groter of kleiner maken. En je ziet de verhoudingen die veranderen ook meteen. Om dat vast te zetten, hou je de shift ingedrukt. En ik maak hem zo groot. Dubbelklik in het midden, druk op enter of op het vinkje hierboven om dit toe te passen. En ik verplaats hem nog een klein beetje naar rechts. Prima. Nu is het de zaak dat ik een achtergrond ga maken. En die achtergrond wil ik eigenlijk uit de clubkleuren halen: geel en paars. Dus ik ga eerst naar het pipetje, dat zit hier, of de sneltoets I. En ik selecteer met een uh, fatsoenlijk gemiddelde qua selectie, dus niet de punt, maar bijvoorbeeld 11 bij 11. Ik selecteer een paars stukje, paars wordt dan mijn voorgrondkleur. Ik druk even op de X om de kleuren om te wisselen, dan wordt paars de achtergrondkleur. En ik klik in een geel gebied en dan wordt geel mijn voorgrondkleur. Prima. Van deze twee kleuren ga ik dus mijn achtergrond maken. En dat doe ik middels een aanpassingslaag. Dat vind je hieronder bij het zwart-witte bolletje. Als je daarop klikt heb je daarbovenaan staan een verloop. Als je daarop klikt dan krijg je dus in uh, dit geval een verloop van de voorgrondkleur geel. En die begint onderin naar blanco bovenin. Maar ik wil ook het paars terug laten komen. Dus ik klik gewoon één keer in het verloop en ik krijg er de verloopverwerker bij. En ik selecteer een ander verloop, namelijk voorgrondkleur naar achtergrondkleur. En je ziet eigenlijk al een beetje in de foto wat er gebeurt. In principe is dit goed en klik ik bij de verloopbewerker op oké. OK. En dan ga ik bij de verloopvulling nog even de hoek aanpassen en de schaal, zodat ik iets fraais krijg. En ik druk op oké. OK. Nu staat dit verloop echter boven mijn uh, speler en boven mijn bal. Dus als ik de laag gewoon selecteer en ik hou de muisknop ingedrukt, kan ik hem naar onderen slepen. En je ziet de speler ligt er dan opeens boven. Ik wil de speler en bal nog een klein beetje meer diepte geven, en dat is op zich niet zo ingewikkeld. Om te beginnen ga ik ze eerst eens even bij elkaar voegen. En je kunt gewoon zeggen van nou, ik ga de laag bal samenvoegen met de speler. Maar je kunt ze ook nog gescheiden houden in een slim object. Als ik dan de bal selecteer en de ctrl ingedrukt hou en de speler erbij selecteer. Ik klik met rechts en ik zeg gewoon omzetten in slim object. Dan gaat hij ze allebei op één laag uh, toepassen als een slim object zijnde. Klik hierboven even als je meer wilt weten over slimme objecten. En ik ga deze laag dupliceren als het ware. Dus ik ga hem gewoon nog een keer helemaal kopiëren. Wederom met de sneltoets Ctrl-J. Heb je een selectie, dan zet hij alleen die selectie naar een nieuwe laag. Heb je geen selectie gemaakt, dan kopieert hij de complete laag. Deze laag noem ik schaduw en de laag daaronder, die noem ik weer even terug naar speler. Maar die laag schaduw, die ga ik dus aanpassen. Vrij eenvoudig door er een zwarte vulling aan te koppelen. Dat doe je weer via een aanpassingslaag en je zegt gewoon een volle kleur. En in dit geval kies ik zwart en druk ik op oké. OK. De kleuren vullen komt erboven en bedekt mijn hele laag. Maar ik kan zeggen van bedek alleen de laag schaduw. Dus alleen de inhoud daarvan. Als ik die laag even los laat zien door de Alt ingedrukt te houden en op het oogje te klikken, dan moet dit dus zwart worden. En niet de hele laag. Dat doe je middels een uitknipmasker. Ga je beide lagen in het midden staan en hou je de Alt ingedrukt, dan wordt het een vierkantje met een pijltje naar beneden. Klik je nu, dan komt dat pijltje naar beneden ook voor je kleurenvulling te staan. En je kleurenvulling is nu gekoppeld aan de laag schaduw. Dus alles wat in de laag schaduw te zien is, alleen de speler en de bal, dat wordt nu gevuld met zwart. En dat was wat ik zocht. Ik zet de laag speler en de verloopvulling weer aan. En ik ga nu hiermee spelen. Belangrijk is wel dat ik de speler wil blijven zien. Dus ik moet die laag speler helemaal bovenaan zetten. Nu ligt het allemaal netjes op elkaar en dat is ook niet de bedoeling. Ik wil de schaduw er een klein beetje naast. Dus als ik de laag schaduw selecteer en het verplaatsgereedschap, dan kan ik bijvoorbeeld met de pijltjes toetsen. De onderste laag de laag schaduw een klein beetje verplaatsen. En omdat we die gevuld hebben met zwart, gaat die zwarte vulling mee en die blijft zichtbaar. Dit is op zich wel goed, maar de schaduw is veel te hard. Ik ga de laag schaduw dus zachter maken. Die ga ik een beetje blurren of vervagen. Zorg dat je laag geselecteerd is en ga je hierboven bij filter naar vervagen gaussiaans vervagen. En welke waarde je hier kiest, dat moet je zelf weten. Een kleine waarde zorgt voor praktisch geen vervaging, een grote waarde voor heel veel vervaging. Dus kies gewoon iets waarvan je denkt dat is wel prima. En dan druk je op oké. OK. Vervolgens vind ik de schaduw nog te hard, dus ik zet de dekking van mijn laag schaduw lager. Dan wordt die transparanter en zo is dit wel aardig. Nu wil ik ook nog een kleine schaduw maken onder de speler. En dat doe ik vrij eenvoudig door gewoon de laag van de speler te selecteren. Ik maak hieronder een nieuwe laag aan. En met mijn ovale selectiekader trek ik gewoon even een cirkeltje. Ga je in de selectie staan dan kun je hem nog een beetje verplaatsen. En dit ga ik vullen met zwart. Nu is op dit moment geel mijn voorgrondkleur. Maar als ik op de D druk dan worden mijn kleuren gereset. En de zwart mijn voorgrondkleur, wit mijn achtergrondkleur. Druk ik nu op Alt Backspace, wordt mijn selectie gevuld met de voorgrondkleur, zwart in dit geval, en Ctrl T om de selectie op te heffen. Ook deze schaduw ga ik wat vervagen en ik wil dezelfde waarden als die ik daar straks had. Dus ik ga terug naar Filter en hierboven is Gaussiaans vervagen het laatste filter wat we gebruikt hebben. En dat kun je dan nog een keer herhalen. Dus ik klik daarop en het wordt gewoon toegepast. En ook de dekking ga ik een klein beetje verlagen. En zo krijgt de speler een beetje eh, voeten onder zijn grond. En deze trek ik vervolgens tussen de verloopvulling en de schaduw, en speler in, zodat de bal die ervoor zit gewoon goed uitkomt. Ik vertelde nog dat ik een lijntje om de speler ging zetten. En dat is vrij eenvoudig. Dat doe ik via laagstijlen. Je kunt dan gewoon dubbelklikken in een leeg gedeelte van de laag, dus rechts van het woord speler. En je krijgt dan het laagstijlen menu. En wat ik dan wil, ik wil bijvoorbeeld, je kunt er een lijn omheen zetten, maar in dit geval wil ik eigenlijk gewoon een gloed aan de buitenzijde. Dat is ook een lijn, maar die verloopt een klein beetje. Welke waardes je hier kiest, dat is eigenlijk gewoon een klein beetje naar je eigen smaak. Je kunt de grootte bepalen en ook de spreiding en eventueel de dekking als geheel. Zet je die op 100% krijg je gewoon een witte gloed buiten, maar ik wil het subtiel houden. Dus ik kies voor deze waardes en druk op oké. OK. Ben je niet tevreden, je kunt hier gewoon dubbel klikken op het woord gloed buiten en je gaat weer terug naar je laagstijlen filter. In principe is mijn achtergrond nu af en de inhoud ook. Dus dit is goed. Ik ga deze speler en alle effecten die ik daarop heb gezet, die ga ik even groeperen. Dus ik hou de ctrl ingedrukt en ik selecteer even snel alle lagen en met de sneltoets ctrl g maak ik daar een groep van. En deze groep noem ik speler. Het voordeel is dat het dan ook overzichtelijk blijft. Vink ik deze groep nu uit, dan is heel mijn speler opeens weg. Nu kan ik mijn poster verder in gaan kleden. En wat wil ik daarbij? Ik wil sowieso het adres van het sportpark waar de wedstrijd plaats gaat vinden. En ik wil een aankondiging van de wedstrijd zelf. En laten we ook het woord VVSB, de voetbalclub, toevoegen. Laat ik daarmee beginnen. Ik ga gewoon een eenvoudige tekstlaag maken hier bij de. T of met de sneltoets T. Je selecteert een lettertype. Welke je pakt, dat maakt even niet uit. Dat kunnen we later nog veranderen. En je klikt gewoon een keer in je foto om de tekstlaag toe te voegen. En we typen in VVSB. Nu is dit veel te klein. Ik wil het gedraaid hebben. Ik wil het wit hebben. Ik wil er nog van alles aan doen. Nu is de tekst nog actief, dus ik klik hierboven even op het vinkje. En ik ga naar het tekenvenster. Dat vind je hierboven bij Venster. En dan heb je daar teken. En dat gaat niet over tekenen. Maar dat gaat over het tekenen, een karakter als het ware. En daar kun je nog allerlei dingen aanpassen. Het formaat en de kleur kun je ook hierboven aanpassen. Maar dat kan ook in teken. Als ik dat bijvoorbeeld eens wit maak. En ik maak de grootte. Bijvoorbeeld 60. Nee, nog veel groter. Iets als dit. En middels het verplaatsgereedschap. Kun je hem verschuiven, trek je aan een van de hoekjes. Kun je hem ook nog draaien. Ik maak hem bijvoorbeeld keurig 90 graden en dan zet ik hem hieronder in de hoek. Druk hierboven op het vinkje. En ik ga bijvoorbeeld mijn letters wat verder uit elkaar zetten. En dat doe ik hier met deze T en ik verhoog dat percentage. Ze worden wat breder, de letters, maar niet hoger. Dat kun je eventueel hier nog los van elkaar aanpassen. En wil je de letters wat verder uit elkaar hebben, dan pak je deze. En dat vorm je een beetje naar eigen smaak. En ik positioneer hem gewoon even netjes in de linkeronderhoek. Dit is op zich wel een prima uitgangspunt. Ik wil hem echter achter de speler hebben, dus de tekstlaag trek ik naar beneden onder de groep speler en tussen de verloopvulling. En je ziet de speler komt er doorheen. Ook hier pas ik nog wat effecten op toe via laagstijlen, dus ik dubbelklik in een leeg gedeelte van de laag en ik zet bijvoorbeeld de schuine kant en relief aan en ik vink slagschaduw aan en druk op ok. Nu wil ik de slagschaduw en het relief en schuine kant behouden, maar de letters mogen zelf weg, dus als ik dan de vulling naar beneden haal, dan blijft het effect bestaan en krijg ik hem als een soort ja en borst erin. Eventueel kun je de dekking nog wat veranderen om ook de effecten wat te verzachten. En ik heb wel iets aardig staan nu. Moet ik dus nog even het adres van het sportpark toevoegen? En nog wat algemene gegevens? Nou, gewoon weer via de tekstlaag. Ik klik gewoon ergens, ik verander het formaat naar 30, en ik typ het adres erin. En laat ik er ook eens bij zetten dat de entree, ik noem maar wat, 5 euro is. En ik lijn dit allemaal uit aan de linkerkant. Druk even op Ctrl A om alle teksten te selecteren en zeg dan gewoon links uitlijnen. En druk hier op het vinkje. Nou, de waarden die ik eerder had qua uh, tussenruimte van de letters, hoogte en breedte, die staan nog allemaal hetzelfde. Dus met deze laag geselecteerd verander ik dat even allemaal naar 100. Misschien moet dit wel gewoon 0 zijn, precies. En middels het verplaatsgereedschap zet ik dat even hieronder neer. De tekst is te groot in principe, dus ik maak hem gewoon nog een keer kleiner. Zeg 16. En ik zoom eventjes een beetje in. En ik plaats dat gewoon hier netjes onder. Wil ik ook nog even de logo's en de datum hierboven hebben? Dat wil ik dan natuurlijk wat groter. Ga ik om te beginnen even mijn speler verplaatsen. Dus ik dubbelklik, of ik klik één keer op de groep speler en heel de inhoud kun je dan gewoon opschuiven. En als ik hem zelfs iets naar boven haal, kan ik bijvoorbeeld mijn tekst misschien wel weer aanpassen. En wil je dat doen, zorg dat je tekstgereedschap geselecteerd is, klik er gewoon een keer in. Want nu kan ik hem bijvoorbeeld vrij aardig in het midden eronder zetten, en valt hij nog net iets meer op. Maar hierboven wil ik dus de twee logo's van de clubs hebben die tegen elkaar gaan spelen. Nou, eentje is natuurlijk gewoon VVSB. Ik heb dat logo al gedownload. Je gaat gewoon op de laag staan. Houd de muis ingedrukt. Ga naar boven naar je document waar je hem wil hebben. En je laat hem los. En dan wordt hij gewoon als nieuwe laag geplaatst. En dat doe ik ook met het logo van de Harkemasse Boys, de tegenstander van die dag. En die laat ik ook gewoon los in mijn andere foto. Het formaat van beide logo's dat is uh, niet gelijk. Dat ga ik eerst even fixen. Om te beginnen ga ik het logo van de Harkemasse Boys, wat de bezoekende club is, wat kleiner maken. Middels het verplaatsgereedschap zet ik hem hierboven en ik trek gewoon even aan de hoekjes. En als ik tevreden ben, dubbel klik ik erop. En ik wil het logo van VVSB dus net zo groot hebben. Dus van de zwarte bovenkant hier tot de zwarte onderkant daar. Ik trek wederom twee hulplijntjes van boven. En die plaats ik mooi onder en boven. Selecteer ik het logo van VVSB. En dat ga ik dus daar netjes tussen plaatsen. Shift ingedrukt houden om de verhoudingen te bewaren. En beide logo's zijn nu even groot. Dubbelklik erop om het toe te passen. Alleen het logo van de Harkemasse Boys, dat heeft nog een wit vierkant eromheen en dat ga ik eerst eens verwijderen. Dus ik selecteer die laag en ik pak in dit geval de toverstaf als selectie. Zorg dat de tolerantie niet op 0 staat, maar net iets daarboven. En ik klik gewoon één keer in het wit en hij selecteert al het wit eromheen. Zorg dat aangrenzend aanstaat. Want doe je dat niet, dan pakt hij bijvoorbeeld ook het wit uit de bal, de v en de letters erbij. En vervolgens heb ik dus een selectie gemaakt van het wit eromheen. Dat laat ik in één keer verdwijnen. Je kunt op delete drukken, dan gooi je het echt weg. Maar om non-destructief te werken, maak je daar een mooi masker van. En dat vind je hieronder, het witte vierkantje met het zwarte bolletje. En je selectie zal dan keurig blijven staan. En we willen het precies andersom hebben. Dus we draaien het masker om middels Ctrl-I. En je ziet, ik hou het logo van de Harkemasse Boys over. Zoom ik even uit om te kijken of het wel duidelijk is. Nou, dat is prima. En daaronder ga ik nog een stukje tekst maken. VVSB. Streepje Harkemassa Boys. Natuurlijk hoofdletters waarvan toepassing. En ik zet er dat, dat gewoon leuk onder. Ik ga terug naar mijn tekstgereedschap, klik achter de S, druk een keer op Enter en zeg dat de wedstrijd zaterdag 19 september 2020 is. Het is ook altijd wel prettig dat mensen dat kunnen zien natuurlijk. En als ik de tekst VVSB Harkema Boys selecteer, kan ik die bijvoorbeeld ook nog gewoon wat groter maken. En tot slot typ ik er nog even achter dat de wedstrijd om 15 Dubbele punt 30 uur is. En laat ik deze twee regeltjes wat kleiner maken. Eventueel kun je ook nog als je in een leeg gedeelte klikt, hier weer een nieuw schaduwtje omheen maken, zodat het wat beter opvalt. Gewoon heel subtiel. En ik wist weer even mijn hulplijntjes. En het is misschien eventjes werk om te doen, maar uiteindelijk kun je het dus gewoon helemaal zelf. Het enige wat je eigenlijk nodig had was een goede foto en een paar logo's. En op die manier maak je dus vrij eenvoudig zelf een poster. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer en doei doei.